De wateroverlast die de IJssel bezorgt begint grote vormen aan te nemen. Vooral in Deventer en de buurtschap Fortmond bij Olst is de nood hoog. Toen het water hier in 1995 hoger en hoger kwam te staan, moesten de boeren zelfs hun vee evacueren. En dat was geen gemakkelijke operatie, want al hun koeien en andere dieren moesten per boot naar het vasteland gebracht worden. Heel langzamerhand kwam het water hoger, tot het echt ook bij het huis en alles kwam. En toen moest het vee weg. Op Fortmond is vandaag het vee van een aantal boerderijen geëvacueerd. Het water stijgt zo snel dat de stallen waarschijnlijk onder zullen stromen. Anders stonden ze in het water en ja, een vee kan je niet dag en nacht in het water laten staan. Hoe werd dat opgelost? Door de gemeente met een plat boot. En die werd hierheen gevaren. En dan mochten we ombeurten van de boeren uit vee opzetten. Ja, jullie huis ligt hier dan helemaal ingesloten in het water. Hoe deed u de boodschap? Hoe ging u nog weg of was dat niet meer mogelijk? We konden weg. Mijn man die reed met de trekker naar de boot. En dan kom je met de boot naar de overkant. En dan kun je boodschappen doen. En hoe is dat de afgelopen dagen gegaan? Komt het steeds wat dichterbij? Ja, je kunt het nu nog dichterbij zien komen. Ik denk dat als het wel hoger wordt, het misschien waar ik nu sta ook nog komt te staan. En dan rest de grote vraag. Hoe lang duurt het nog voordat we hier net als in 1995 overstromingen krijgen bij bijvoorbeeld huizen? Ja, op dit moment zien we toch wel echt hogere waterstanden op de IJssel. Gelukkig is het nog niet extreem hoog en is de situatie toch wel beheersbaar. Ja, op dit moment is de verwachting dat het waterpeil nog een aantal centimeters zal stijgen. De hoogste punt wordt verwacht ongeveer op zondag. Zoals het nu naar uitziet, zal in de loop van de volgende week het waterpeil weer zakken. Met het hoge water is er ook een belangrijke rol weggelegd voor het waterschap. Want hoe moeten overstromingen voorkomen worden? En welke maatregelen nemen zij als het water ook de komende dagen nog snel blijft stijgen? Ja, we hebben vanuit het waterschap nemen we diverse maatregelen. We hebben sowieso voeren extra controles uit langs onze waterkeringen. We controleren of er geen schade zijn langs de waterkeringen, maar ook wellen ontstaan. Daarnaast hebben we onze pijlbeheerders, proberen zoveel mogelijk het water langs de waterkering vast te houden en omhoog te zetten om tegendruk te krijgen, zodat de schade beperkt blijft.